Welkom iedereen bij mijn Let's Play Metroid Fusion. In het vorige deel verloren we van Ridley. Ja, dat is niet leuk. Wat nog erger maakt is toen ik het spel, toen ik ging oefenen hiervoor, voor Ridley, lukte me de eerste keer, de tweede keer, de derde keer en de fucking vierde keer. Dat was niet leuk. Dat is helemaal niet leuk. Echt niet. Als je fucking opneemt gaat alles mis. Maar als je even het spel even zelf speelt, gaat alles goed. What the fuck? En ja. Zoals je kan zien, ik ben volledig geheeld. Dus daar moet het probleem niet aan liggen. Nou ja, daar zou het probleem niet aan liggen. Tenzij ik zometeen doodga. Oogje heb ik al weggehaald hier. Om compleet geheeld te zijn. Hé hey Ridley, jij een rotbeest dat je er bent. Ik heb zo'n hekel aan jou. Kom op. Op je ogen. Dank u. En weer dat mooie geluid. Nou, wat je eigenlijk moest doen is gewoon telkens een charge beam spammen. Werkt het best. Werkt veel beter dan raketten gebruiken. En voornamelijk ook veel in de lucht zitten helpt ook. Oké, kom op, blijf staan. Ik wil je alleen maar doden, dat is alles. Dat is alles wat ik van jou vraag. Zie je? Hij is al best ver. En als je je vast heeft, is het ook echt de beste plek om te raken. Want dan kan je hem heel makkelijk raken. Met zowel raketten als met charge beam. Oké, hij is nou rood. We hebben nog veel levens over, dus dat is fijn. Oké. Ah, kom op. Waarom lukt het me nou telkens niet? Kom op. Hé. Oké. Nou, dan moet het gewoon lukken. Als het nou niet meer lukt, dan faal ik als een gamer. En heb ik geen recht om mezelf een let's player te noemen. Oké. Nog twee keer. Ja, ah shit. Dat was gewoon dom. En kom op de laatste nog. Hoppakee, zo hoort het. En we hebben de screw attack. Nu kunnen we mensen killen als we gaan koprollen in de lucht. En dat is dus dit. Dat is een zeer fijne vaardigheid. Maar nu kunnen we ook deze beest killen. Het geeft heel vaak eigenlijk wel van die rode X-parasieten weg, wat heel fijn is. Oké, waar moesten we ook weer langs? Ik heb geen idee waar ik langs moet. Ah ja, hier moet ik weer mensen killen. Leuk. Ook zeer handig. En nu kun je ook die gasten zo makkelijk killen, wat heel fijn is. Oké, hier langs. Althans, ik dacht dat je hier langs moet. Maar ik kan het ook mis hebben, zoals altijd. Nee, je moet hier wel langs. Hoppakee. Paar bommetjes. Nou, hier langs. Morphball. Oké, hier. Hier. En nou hierin. Hierdoor. En volgens mij zijn we er ook bijna. Daar kom je niet door zonder screw attack, dus volgens mij zitten we goed. Oké, hierdoor. Als ik mag, dank u. Dank u. Als ik nog ergens langs mag, zou ik het zeer fijn vinden. Oké, even een bommetje. Even een powerbom. Oké, hierdoor. Hierdoor. En hierdoor. En dit is al wat stuk. Hoppakee.
En nu omhoog. En we zijn er volgens mij, ja. Hierboven zijn we weer terug op de oude plek. En zo hoort het. Ah, nou heb je haast geen X-parasieten meer. Die je echt kunnen vervelen. Of vervelend echt kun je het doen. Je komt overal doorheen. Alles is dan zeer makkelijk met de screw attack. Dit is eigenlijk gewoon een vermakkelijking van alles. Waar we in het begin van de Let's Play zoveel moeite mee hadden, komen we nou makkelijk doorheen. Nou, even hierdoor. Met de Faria suit kunnen we overal doorheen. Ook al fijn. Nou. Dit is een hele aparte kamer. Waarom? Nou, 1 is gevuld met lava. Dat is makkelijk te zien. 2. Er zijn niet 1. Niet 2. Maar 3 missile tanks die je hier kan halen. Wat echt gewoon belachelijk is. Nou gaan we hier langs. Dit is gewoon echt een kamer waar je niks aan hebt. Nou. Recharge ruimte. Nu 120 raketten. Best veel. Safe ruimte. En navigatieruimte. Samus, we zijn niet klaar. Laten we eens maar over naar de federatie. We moeten voor het evacueren van het station. Maak je een grapje? Die weet je wel. Nee, ik ga geen stemmetje hiervoor doen. Ze weten hoe gevaarlijk ik zou. Ja. Ja. De federatie is dan echt gewoon achterlijk waarom ze dat doen, maar ja. Ja. Oh, de federatie komt er nu aan? Ja, dat pot ook met de federatie. Ik wil iedereen nog eens afmaken hier. Nee, ze kunnen geen SX vangen. Nou, plasma beam. Ja. 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 Als ik dat we nou te sterk zijn. En ze willen ons laten gaan, anders gaan we de SX vermoorden. Wat we toch wel gaan doen. Als de federatie schips gaan landen. De X gaan ze toch overwelmen en absorberen der... Nou, IQ of intelligentie en kracht voor de voor zijn ergens bla bla bla. De X zijn gewoon wachten voor het jacht begint en hij wil. Oké. Okay. X hongert voor vorm, intelligentie en kracht. D mimic. Ja. Als ze zo perfect kunnen kopiëren, waarom kunnen ze de ziel dan niet kopiëren? Heel pad. Federatie onderschat iedereen. Nou ja. Een beetje zeggen, put me dat niet. Oké, ja. Ja, natuurlijk, we zijn het al lang van plan hoor. Hey. Moet ik weer met de navigatieruimte praten? Huh. Open de deur. Ik heb geordend om, ja. Adam. Waar is het beste geluid naartoe? Oh, nou, het geluid is nog wel, maar het is heel zacht. Adam. Punt, 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 punt. Punt, 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 punt. Wie is Adam? Een vriend van mij. En wat zou deze vriend voor je doen? Ik heb geen idee. Ik ken die gast helemaal niet. Hij zal weten dat het enige, ja... Ja, ja, ja. 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 Ja, Adam gaf zijn leven een keer. Zeer interessant. Ik heb geen idee wie die Adam is. Ja, misschien kan het zijn omdat ik geen Metroid fan ben, maar ja. Ja. Oké, dus maakt niet uit wat we doen. De X'en blijven bestaan. Nou, dat is zeer... zeer positief. Ja. Oké, dus als we het goed doen, dan kunnen we ze allemaal killen als ze nou, in het atmosfeer van de planeet komen. Oké. Ik ben geen science fiction fan, dus ik heb geen idee waardoor. Ga naar de operatieruimte en verander de stations. Oké. Oké, en stay alive, that's in order. Any objections, lady?
Ja, dat is het enige waar je Adam goed aan kan kennen. Hij zegt altijd any objections, lady. Zo leuk. Nou, we weten waar we te doen staan. We moeten omhoog. Main deck. En hier is opeens hele rustige muziek en ik ga de verkeerde kant op. Echt wel. En we gaan de lift omhoog. En opeens klinkt de muziek veel vrolijker. Ja, speedbus kan je daarvoor gebruiken. Oké, ik ben wel langs moet. Oké, hier omhoog. Hier omhoog. En hier langs. Nou ja, jongens, dit was het voor dit deel. Volgende deel wordt de finale. Dan gaan we de operatieruimte in. En proberen we te evacueren van het station. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Vergeet niet om een reactie of een like achter te laten. En ik zie jullie de volgende keer weer. Doei!